Hallo kijkers van ShineSprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Legends: Arceus. Met zo'n quest battle met Sander van GamingSB. Sander, hoe is het met je? Zo'n gangetje. Zo'n gangetje. Ik word... Raspberry is leuk, man. Yo, mijn Machoke is aan het sliepen. Don't sleep on my Machoke. Niet daddy. Ik strongstyle Mach Punch, die gleem jou helemaal naar de vinken. Ben je al naar dat nieuwe eilandje dan? Nee, nee, nee. Oh. Ik hoor allemaal niet. Dat je allemaal shit aan het doen bent. Wat ben je dan nu aan het doen? Ja, Pokédex dingen aan het doen, omdat ik level 4 moet worden, omdat ik anders niet door mag. Dus dat ben ik aan het doen. Wat? Zeg, moet dit dus nou per se at night? Wat moet er at night? Wacht, ze lijkt even lezen hoor. Ik haat dit. Wat moet er at night gebeuren? Deze quest. Welke quest? The Mysterious Will-O-Wisp. Is het alleen at night? Ja. Oei, yo, dikke knal hier. Oh, dat is van die ert, toch? Ik hoop dat dat erten zijn. Vuurwerking. Werking voor de vuurring. Inderdaad, hè. Meen je dat? Ik hoefde niet eens een Mr. Mime te vangen. Ik moest deze Mr. Mime Dolof doen. Oh, Mr. Mime Dolof, ja. Dat is ook een tijdje kut. Ik dacht dat ik Mime Junior moest vangen. Wat? Kun je gewoon achter hem la... Oh, easy. Maar dit is de... This is not even my final stage, zegt hij dan natuurlijk. Of zo. Zeg ik kabooming? Chase the fleeing Mr. Mime. Vandaar dat ik steeds Mr. Mime zijn natuurlijk, omdat ik hoefde helemaal geen Mime Junior te vangen. Voor deze guy. Oh, shit. Jong, echt, wat leem dit van mij. Hé, hey, maar jij zei ook iets over dat je niet kon lezen. Nou, ik doe het nu. Oké, gelukkig. Zijn we allebei niet lezerings. Oh, krijg de tyfus. You better thief. You better de Moet ik die andere kanting op? Ik moet die andere kanting op. Ja, echt? Weet je dat? Ja, ik ben zo sleepy. Weet je dat, je nog zoveel weet van deze game, joh? Crazy. Ik ben heel crazy. Ik bedenk me net. Oh, ik dacht dat hij iets had. Er was hier zo'n lijpe Murko, die was heel lijp. En Murko weg. Of was dat dan hier ergens? Oh, hier begint de Dolof ook al, joh. Ik mis mijn... Ik hoop echt dat het niet zo lang meer duurt voordat ik verder bals kan kopen. Want dit is... Okay. Waarom kunnen alle Pokémon je echt van 1 miljoen kilometer verder al zien? Omdat ze jaten? Ja, blijkbaar. Yo, Mr. Mime, please say that this is well your final stage. Hehe, eindelijk. Denk ik, hoop ik. It ran off! Nee. It ran off, Sander. Chase the fleeing Mr. Mime. Dit duurt zo lang. Waarom heb ik deze gedaan? Zeg kut. Ja, weet ik ook niet. Dat is echt dom. Aan de andere kant, hij moet toch. Dus misschien is het helemaal niet zo dom, maar... Nee, die niet. Oeh, die zijn ook handig. Oh, oh, dat gaat niet goed. Die gaat weg. Dat gaat niet. Die kan weg, die kan weg, die kan weg, die kan weg. Kan die ook weg? Even wachten hoor. Die kan Er moet er ook één terug kunnen. Oh ja, die kan terug. Zo. You better move. You better calm down, gozer. Gozer. Calm gewoon down. It's over there, but it's making walls. Joh, dat doet hij al de hele tijd. Dat had ik misschien mogelijk door. Oh. Een lichtscherm. Oh. Ik wil gewoon... Heb je met licht? Scherming, de licht. I want to see my Pokémon in. Kun je gewoon... Oh nee, dat kan. Dat wil ik echt wel niet zien. Ik wil Pokémon. Now please say that this is his final form. Nee! Oh, het idee dat het niet is wat... Yes! Het is wel zijn final form, he. Yeah. Hoe maak je het nacht in deze stad? Oh, wacht, dat weet ik misschien. Magische poedering. Oké, nee, dan ga ik die even gebruiken. Zo. Ik ben wel zo'n guy die laat dan alle lastige dingen staan, zeg maar. Wat eigenlijk dom is, want die zijn het lastigst en daar verlies je het meest tijd mee. Ja, terwijl ik eerder ben juist van, laat ik gewoon de main storyline helemaal doen en daarna pas focussen op alle quests. Omdat je meestal ook ter beschikking bent van betere Pokémon of andere dingen, zeg maar. Dus meestal doe ik het zo. Alleen ik merk dat ik daar mezelf nu een beetje mee in de vingers snijd, doordat ik elke keer niet verder kan, doordat ik nog allemaal levels nodig heb. Ja, dat is... ja... Is het evening genoeg voor hem? Of moet het echt night zijn? Ik dacht dus... Evening is wel goed, maar... Als ik dit zo zie... Dan denk ik nee. At night. God. Ik had gewoon een fucking Duskstone, hè? Als ik die gewoon had gebruikt. Gebruiking. Helaas, Henk, Sander. Ja, maar het is wel zonde, Henk. Dat is het zeker. Oh jeetje, en ze doet Calm Mind. Zijn mind is nu pittig kalm. Dat is hoe Calm Mind pittig werkt. Zijn mind is pittig? Heb je het geproefd? Toen was het stil, wow, what the frick. Dit was een diepe zucht, denk. Nou, ik hoorde alleen maar stilte. Ik hoor stilte! Ik wil geen speltoren vallen. Het is 10 uur. En dan kwam Abby terug. Het is nog geen 10 uur. Of het mag nog of zo, zei hij dan. Ik weet niet meer precies. Ah, een Will-O-Wisp. Ja, gozer. Fuck dit, bro. Fuck dit. Jij bent zo'n pretzer. Yo, you calling me pretzering? Ja. Oké, dat kan. Even kijken. I request. Does request eyeing. Nou ja, die moet je zoals laatst doen. Search for the bitter leaves. Zaterdag zit jij hier niet in? Ik zou verwachten van wel, man. Driving the blimp. Cool. Ja, maar echt, ik had echt een driving the blimp. Echt? Ziek! Ja. Zo gooide ik nou weer over die tentacle heen. Wat een onzin. Ja, weet ik niet. Ik heb voor mijn gevoel dus echt vet veel tijd verloren. Nou, ik ben ook echt voor mijn gevoel helemaal niks aan het doen de hele tijd. The Lordless Land. Nou, leuk man. Nou, leuk man. Besendering? Ik vind het helemaal niet leuk. Ik vind er niks aan. Nou, dat zei ik niet. Dat klopt. Oh, nu gaan we weer eten. Oh. Kijk, we doen de A-press scam. De A-press scam? Dat klinkt alsof je scam zegt. Maar dat bedoel ik niet. Misschien is het ook wel een scam. You never know. It. Deze cutscenes, dat is pas een scam. Dat klopt, ja. The next day. Ja, potverdrie, ik heb het helemaal nacht gemaakt. En nu gaan ze het helemaal zo een nacht maken. What the freaking? Gaan ze het een nacht maken? Yo, dat is die black and white guy. Indigo Plateau. Nee, hoe heet die guy? Heet die Indigo? Weet ik het. Huh? Oh, nou, nu zijn we ineens weer hier. Wat de hoe werkt deze cutscene? Misschien moet je hem lezen, Sander. Oh. Nee, ja, dat is wel een dingetje. Lezen is overrated. Begin. Oh, komt die guy. Oh, dat is een andere guy. Maar wat doet deze guy nou hier? Ik hoef jou niet. Ik weet überhaupt niet of het een guy is. Melly. Klinkt niet als een guy. Een NPC. Kijk, dan ben ik niet aan het assuming generating. Dat is lekker non-binair ook. En non-playable character. Oh, ja ook. Oh, toevallig. Wat grappig. Heel ziek hoe dat opeens kan, hè? Ja. Coin, flikker een hand op, jongie. Battle Adamant, maar ik wil helemaal niet battling. Maar gaan we nu meteen battling? Blijkbaar ga je meteen battling. Levian heen. Oké, wat zegt deze guy? Helemaal niks, want hij zegt kan ik zeggen, want je hebt hem helemaal in elkaar gebeukt. Oh, mijn Sylveon wordt one-hit gekeeld. Kabooming. Slaap, slaap, slaap. Klap, klap, klap. Oh, completed. Gastly. Oké. Toxin de Croak. Heb ik Gastly? Misschien dat ik Gastly oprecht wel. Ik word hier echt even in de pan gehaald door een Toxic Croak, daar word je bang van. Oh. Ah. Echt een lul, hè? Wat? Hoezo ben ik nou een lul? Ik werd er bang van. Booming. Ik doe zo'n sterke style. Heb ik iemand met een strong styletje Opel. Strong styletje. Oké. Oké. Kan ik... How could I let myself lose? Oh no. That is not amazing. Niet. Nee. Dat is niet leuk, nee. Ja, als het doet, nee. Ik ga even met Bergen praten. die spaalt een tand. Oh nee, het is Bearguard. Of nee, Mothim. Wat? Wat nee? Omdat er een Mothim opeens naast me spant uit het nothing. Een Mothim uit het nothing. What the frick? Dat is wel ziek. Oh, dat is wel... Seeking zit dus niet in deze game, wist je dat? Wat? Ik bozing. Nu. Dat snap ik. Silcoon select. Kabooming. Yo, die Cascoon is echt heel groot van hem. Heb ik een hele grote gevangen ofzo? Of is Cascoon altijd fucking groter dan veel? Heb je hem zo'n dikke gegeven? Ja, dat denk ik. Dat is echt veel groter, lijkt het wel. Zo'n alpha man male. Ja, zo'n alpha man human male. Oké, nou, nog een questje gecomplete. Dat is op zich wat chill. Nou, Adamant, vooruit. Jij wil battelen? Doen we battelen. Laten we dan maar weer battelen. Watch closely now. Kijk weg. Ja, nee, dat was echt exact niet wat gevraagd werd. Maar wel lief dat je er niks mee doet verder. Ja, wat leuk. Dat is fijn, hè? Ja, even keer fijn. Sam the Ring. Strong styling, quick attacking. Oh, strong styling, quick attack. Very strong. Nog strong styling, quick attacking. Dat is again quick en again ook strong. En ook stylish. Leafblade, dat doet toch niet. You dead? Murkrow, no. Murkrow is alive. Ja, en hij heeft het vaak. Gelukkig wel, dat dan weer wel. Dat verwacht je niet altijd, maar... Ja, van zo'n Murkrow dan weer wel, maar van... Zo'n lijpe flavor niet, per se. Ieder brain, die doet mee, de lijpe Murkrow flavor. De lijpe Murkrow flavor. Hi, ik ben Andy, dat zal je niet verrassen. Als ik een grapje maak, ja, dan is de grote klasse. Ja. Het begon als een grap, maar liep totaal uit de hand. En iedereen zei, hey, what's with Andy? Je vraagt je vast af hoe ik hier ben beland. Ja, dat zegt hij altijd hoe elke aflevering ging. Ja. En dan zei ik altijd, dat boeit me echt helemaal niks, zei ik dan altijd. Ja, ja. Hey, je staat quick attack, nog een keer quick attack, nog een keer quick attack, hou op man! Nee, oké, dat was ook trash. Yo, Eevee? More like the Feedy. Feedy. Ja, nee, dat kwam er lekker uit. Dat scheelt. 2000. Dat is slim bezig. Nee, dat was dat scheelt. Oh, en niet goed in de raining. Ik dacht dat het slim bezig was. Nee. Wat is slim bezig dan? Zal ik opzoeken? Ja. Dan kan jij weer tijd inhalen. Weet je wat grappig is? Nou? Zowel slim bezig als dat schild is allebei van 2000. Zijn beide gewoon slim. Show bezig. Me de Pokédex. We zijn allebei slim bezig, Sander. Ja. 2000. Zijn we ook alle twee. Oké, to bloom or not to bloom, boeien. To bloom or not to bloom, that's the question. Ja, dat is een tv-programma. Heb je dat wel eens gezien? That's the question? Ja. Ja, maar dat is wel heel oud is dat toch? Ja, dat was... Ik weet ook niet meer precies hoe het ging, maar... Ik ook niet. Maar de naam komt me wel bekend voor. Het was wel leuk. Het was iets met... je had vragen of zo. En bij die vragen kreeg je dan weer letters. En die letters maakten dan een question. En die question moest je uiteindelijk raden of zo. Wat die vraag was. Ik weet niet. Ik leg het zo heel lijp uit trouwens. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar zoiets was het wel. kut. Welke Pokémoning wou ik? Ik wou een Pokémoning die kut kan. Nee, Rock Smash, dat was het. Oh, wacht, ik kan hier... Ik kan hier gewoon weer op mijn... die deer. Op de deer. Ja. Op de weerdeer. Die, ja. Find the charm that he lost. Oké. Nou, die gaan we niet doen, die quest. Nee, ook dat was niet wat ik zocht. Ja, dat was ook wel wat ik zocht, onder andere. Krogunk. Zou die Rock Smash kunnen? Krogunk? Graveyard Block. Waar is de Graveyard Block? Daar is de Graveyard Block. Yay, de bak die ik bedoel. Yay. Maar daar is Petilil niet. Die wilde ik ook. Weet je dat ik dus die Hippowdon die ik heb, die is precies de andere gender als de andere Hippowdon die ik in deze game heb. Nice. Dat is dan wel weer fijn, toch? Ja. Ik heb hem alleen nog niet ge-evolvingd, maar... Hoezo? Heb jij hem nog niet ge... Nee. Nou, je had hem vandaag... Ik heb hem pas net. Ja. Lekker bezig, Sandering. Ja, ik ga... Dit weekend ging best lekker met de shinies. Ik had een... Die silly cobra. Ja, dat was niet dit weekend, maar dat was ook wel deze week. Die cobra is wel silly. Dan had ik... Nadenken, shit. Oh jee, niet nadenken. Ja, dat vind ik eng. Ja, dat vind ik ook niet nadenken. Ja. Nee, ik had zo'n... Hippowdon dan dus. Welke heb ik gisteren dan? Ik heb er twee gisteren ook nog. Een Rallor, toch? Oh ja, een Rallor. Of een Rallor. Maar je zag hem... Ja, dat is een Rallor, je hebt gelijk. Je zag het heel goed, hè? Dat het shiny was. En Bramblin. Trouwens. Oh ja, die ook, ja. Zag je die eigenlijk goed? Want die vond ik wel minder duidelijk. Jawel, die zag ik ook wel goed op zich. Maar die Rallor, die ziet er op een plaatje, want ik had wel even opgezocht, of Rallor bedoel ik eigenlijk. Die zag er op een plaatje helemaal niet zo heel goed dat je het duidelijk zag, zeg maar. Oh. Alleen, die bij jou was echt heel duidelijk van toen je dat filmpje stuurde. Het was ook echt een... Heeft hij nou een gouden bal? Ja, het lijkt echt alsof hij Nugget heeft, zeg maar. Ja. Dus dat vond ik heel ziek aan die shiny. Ah, nu ga ik dood. Dat is niet... Dat vind ik iets minder ziek. Ja, ik ook al. Funny. Dat we dat beide zo ervaring. Ja. Ervaring? Oh, yo, dat is een Weet je wat daarmee is? Ja, dat is een Engels leenwoord, ja. What the fucking... Dat is leuk, maar waar is die Petilil? Dat is zo'n Petilil. Bedoel. Dat is zo'n Roselia. Oké, sst. Roselia! Nee, niet zoveel geluid maakt. Ik deed nog sst. Kijk, ja, nu zit hij niet in de bal. Ja, nee, dat is niet waar. Oh. You get in de bal. Hij zat wel in de bal, hè. Ken je van dat die dinkie? Van de you get in de bal? Nee. Van de M&M reclame? Oh, ja. Okay. Get in the ball. You get in the ball. En dan kan je dat ook als je zegt, ga in de bal. En dan zeg ik gewoon, jij gaat in de bal. Ja, zoals. Ja. Ik snap. Ja, mooi. Ik snap hem ook, maar... Ik zei hem ook, dus dat is op zich niet heel relevant. Ja, dus dat is op zich wel logisch. Psyduck. Of zoals... Paddy het zou zeggen. Paddy zou zeggen. Ik wou nog helemaal gaan nuanceren met zoals een vriend van mij zou zeggen. Nee, gewoon Paddy. Gewoon bij naam en toenaam. Toename? Is er een toename van Paddy? Dat hoop ik niet. Zo, u. Hoor je dat, Paddy? Ik wel. Hij kijkt het toch niet, boeien. Dat is wel waar. Hij kijkt het toch niet. Maar ja, het probleem is... Nando en Jordi wel. En die gaan zo... Sturing... Zoals water en fire? Nee, alleen ik kan water en fire sturing. Want ik ben de Alpha Milan. Alleen de Alpha Milan. Meten van de hallen. Water en fire. Precies. Kansen stoppen. Nou, daar kan ik niet komen. Ik heb wel alle elementen op mijn arm, dus ik ben wel echt zo'n avatar. Daar kan je niet meer onderuit. Nou, kan ik er onderuit? Nee. Nee, toevallig niet. Toevallig, hè? You hating on me? Nee, nee, nee. Don't blame it on the sunshine. Wow. Don't blame it on me. Of zo, ik weet niet hoe die gaat, maar dat maakt ook allemaal niet uit. Blame it on the... Wacht. Blame it on the night. Night. Don't blame it on a little unawareness. Nu ga ik hem vangen. Met zo'n hartsvlees gaat hij hopelijk niet dood, anders dan haat ik mijn leven. Jij doet bij haat in je leven. Nee, 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 hij ging niet dood. Hij was lief, maar hij is echt 1 HP. Dat is niet 2. Nou, oké, misschien 2. Hoor je nou hoe Pokémon Master ik ben? Ja, dat is wel... Dat is wel echt hogere wiskunde dit, wat jij nou zo net zei allemaal. Als je dat maar door hebt, ja. En ik kan het weten, want ik ben van scheikunde en daarvoor heb je wiskunde ook nodig, zeg maar. Dus dat kan ik weten. Loop. Scheikunde en wiskunde en natuurkunde. En onkunde. Wow. Ik maak aan een grapje. Onkunde is helemaal een ding. Nee. Is dat wat ik denk dat het is? Het is wat ik denk. Meer water als vis. Nou, het is zowel geen water als geen vis. Kabooming. Oké. Kabooming. Oeh, die tweede gaat niet lukken. Die heeft me gezien. Nee. Oeh, dan is hij niet kippig. Want het is geen Torchic. Kaboom. Wat? Kijk heel mijn scherm mee of zo. What the frick? Gozer. Hij kijkt op mijn scherm mee, jongens. Hij weet gewoon dat het geen Torchic is. Hoe kan dat? Dat kan niemand weten. Is het toevallig ook geen Trico? Zie, ik zeg het. Hij kijkt echt mee op mijn scherm. Nou, dan ga ik nog één keer meekijken. Ik zie ook dat het geen... Ik heb hem verslagen. Arme Torchic. Nee, het was geen Torchic. Nee, dat klopt. Jij doet alweer leaking tegen Milaning. Hoe durf je? Mag ik even deze... Pokémon vangen? Ik wou bijna de naam van Pokémon zeggen. Ja, maar ik kwam nog een keer tegen. Without getting spotted? But you get spotted. Wat jammering. Oh ja, ik wou eigenlijk gewoon kijken welke dingen ik voor dingen moest doen. Dingen voor dingen, maar sandering. Gather information in Jubilife about the medicine that might ease the headaches of suffering. Oké, dat is iets wat ik niet ga doen. Oh, ik had zo net, toen ik in Jubilife was, had ik dus veel meer shit moeten doen dan dat ik dacht dat ik moest doen. Ja, dat heb je ooit. Voordat ik hier ride on Ursaluna en follow the blue signal to locate. Oké. Als ik een beetje... Ik weet ook niet een beetje waar ik moet locating. Dus green signals. Ik weet ook niet waar ik in de buurt moet zijn voor die blue signals. Dus dat is echt heel kut at the moment. Dat is heel kut. Niet alleen at the moment, maar alle moments. Ja, dat kan ik wel gaan proberen, maar dat werkt nog niet. Dan moet ik opzoeken waar het ongeveer is. Dit ook. Die charm leuk en zo, maar... Octillery, krijg de tyfusing. Oh, oké, van die weet ik wel ongeveer waar ik moet zoeken. Oké. Zou dat oranje zijn dan? Ik zoek. Oh, ik denk dat hij dood is. Ja? Denk je dat? Ja. En dat is omdat? Nou, een attack buffed Octillery met een hoger level doet Hydro Pump op mijn Fire Rock Growlithe. Ah, cool. Nou ja, ik vond Growlithe niet zo cool. Dit was niet eens wat ik moest zoeken. Oké. Fuck die Ursaluna quests. Wat een hating naar Ursaluna heen. Zeggen ze niet van, yo, hier is het ongeveer of zo? Ongeveer. I know I have my turn right until that Alpha Hippowdon came after me. Please see if you can. Lost it in de aflevering zo meteen beëindiging. Freaking. Meestal als je zo meteen zegt, dan is het eigenlijk gewoon nu. Ja. Basically, ja. Yeah. Dus... freaking. Hoezo is het freaking dan, Sander? Wat is er aan de hand dat het freaking is? Nou, omdat ik... ik kan gewoon nog... shit... oh, ik ben wel level 4. Wat? Wauw. Turn to the village. Ben jij zo'n Paddy? Want jij bent cheating. Niet! Oké, je bent niet aan het cheating. Dan ben je ook niet zo paddying. Ik ben ook paddying. Goed, iedereen bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond jij dit een leuke aflevering? Doe van die duimpjes omhoog en dan zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.